zien. In elk geval een nieuwe manier van met elkaar congresseren. Voor ons ook nieuw om met dit bijzondere programma te werken. We zullen zien hoe dat gaat. Jullie hebben de eerste ervaringen al meegemaakt. In elk geval willen we natuurlijk ook graag na afloop horen hoe dit bevallen is. Het programma heeft heel veel features. Jullie zagen dat ik ook nog even moest zoeken net. Ik zal straks iets meer vertellen over waar je allemaal gebruik van kunt maken. Hoe we met elkaar kunnen communiceren en er ook een echt interactief congres van kunnen maken. Het congres vindt plaats in het kader van het Lenteakkoord. En dat is een programma wat we al in 2008 gestart zijn. Dat is naar aanleiding van een convenant dat de vier brancheverenigingen, Bouwend Nederland, EDES, NVB en NEPROM, toen met het toenmalige ministerie van VROM heeft afgesloten. En het doel van dat Lenteakkoord was om eigenlijk een soepele overgang te maken naar zeer energiezuinige nieuwbouw. En daarbij zeg maar ook een groot aantal partijen daarin te begeleiden, kennis te ontwikkelen en kennis te delen. De eerste doelstelling was om de energieprestatie van gebouwen, met name woningen, te halveren. En in 2015 hebben we dat eigenlijk, zeg maar, dat convenant vernieuwd. En toen hebben we als doelstelling geformuleerd om in 2020, dus dit jaar, echt naar praktisch energie neutraal te gaan. Vanmiddag presenteren we tijdens dit thuiscongres vooral de resultaten van dat Zen-platform van de afgelopen jaren. En in het plenaire deel hebben we zometeen na minister Ollongren hebben we Harm Valk van bureau Nieman. En dat is degene die in dit plenaire deel alles zal vertellen over de hele banksystematiek, hoe dat in elkaar zit, de normen, ook zeg maar de nieuwste berekeningen presenteren. Daarna komt Claudia Bouwens. Zij is de programmaleider van het Lenteakkoord en ook de trekker van het Zen-platform in de afgelopen jaren. En zij zal met name stilstaan bij de bewonerskant van Bang. Ongelooflijk belangrijk en ook centraal in ons hele programma is dat geweest. En zij sluit eigenlijk dit plenaire deel af met de uitreiking van de Zen-prijs. En wel aan twee verschillende projecten zal dat zijn. Dan sluit het plenaire deel af. En dan gaan we naar het tweede deel van het programma. En dat zijn de verschillende deelsessies. Die eerste deelsessies die starten om 2:05. Het zijn 3 parallele sessies. U verlaat dan zeg maar deze grote congreszaal, gaat weer naar de lobby. En daar kan je dan kiezen welke sessie je wil volgen. Sessies duren 3 kwartier. En het aardige is, dat biedt dan tenminste weer zo'n programma, is dat je op dat moment ook nog weer kunt switchen zonder dat anderen er last van hebben. Dus je kunt gewoon naar de sessie gaan waar je denkt van, nou, die kan ik het meeste leren en bevalt het niet, te gaan nog weer een ander. Dus je kunt gewoon rondlopen. Na afloop van de sessie terug naar de centrale lobby, dan doen we even een kwartier pauze. En zo doen we dan nog 2 van die parallele sessies. Dus in totaal kan je na de pauze 3 verschillende sessies volgen. Nou, tijdens het hele middagprogramma kan je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van dit bijzondere congresprogramma. En we proberen natuurlijk dit hele gebeuren zo interactief mogelijk te maken. En dat betekent dat je bijvoorbeeld vragen kunt stellen. Als je kijkt in die linker zwarte balk van je scherm, dan zie je daar 2 tekstballonnetjes. Eentje met streepjes erin en eentje met een vraagtekentje. Beide kun je gebruiken om te chatten. Als je op het vraagtekentje klikt, dan kan je daar vragen stellen die ook zeg maar door de chatmasters die hierin meedoen zo goed mogelijk worden beantwoord. En die we eventueel ook aan zeg maar, de presentator en de spreker kunnen voorleggen. En het andere tekstballonnetje met de streepjes, dat is gewoon om opmerkingen kwijt te kunnen die verder niet beantwoord worden. Maar dan kan je in ieder geval wat zeggen over wat je van dingen vindt en dergelijke. Beide chatfuncties ziet iedereen. Dus iedereen kan de vragen en de opmerkingen zien.
Je kunt ook één op één chatten. Misschien hebben sommigen van jullie dat al uitgevonden, maar dat zit er rechtsonder. In het groene gedeelte zie je chat staan met een minuutje. En daar kan je, zeg maar, één op één chatten. Daar kan je alle deelnemers, zie je daar voorbij komen. En dan kan je kiezen met wie je daar een één op één gesprek wil hebben. Ander ding nog is dat je zelf kan kiezen wat je groot wil zien. Je ziet het grotere scherm en rechtsonder een kleine scherm. Als je op dat kleine klikt, dan zie je dat weer goed. Dus dat is het idee van de faciliteiten. En misschien ontdek je er nog meer al klikkende weg. Het is ook zo dat we tijdens het programma, we moeten maar even zien of we daar aan toe komen, mensen ook dat we die eventjes in de uitzending, zullen we maar zeggen, opnemen als spreker. En dan kan je live je vraag stellen en dan kom je ook in beeld. Ik zie dat iemand in elk geval nu, namelijk Marco Groothof, die heeft de chatbox gevonden met de vragen voor de chatmasters. En ik krijg een compliment voor mijn overhemd. Dat doet mij deugd. Ik weet niet meer waar ik het gekocht heb. Sorry. Nou, tot zover zeg maar de faciliteiten van het programma. Na afloop van de hele middag, dan worden van alle sessies in elk geval worden verslagen gemaakt. Die worden beschikbaar gesteld op de site van het Lenteakkoord. Alle presentaties, als de sprekers daar ook in stemmen, worden beschikbaar gemaakt. En we nemen alle sessies zoveel mogelijk op. En dan kunnen die ook na afloop nog worden gezien. En natuurlijk zullen we proberen de vragen die nog niet beantwoord zijn, om dan ook later nog te beantwoorden. En alles is terug te vinden dus straks op de Lenteakkoord-site. Nou, dan weer terug naar de inhoud van het programma. Wat ik al zei, we presenteren de resultaten van het Zen-platform van de afgelopen jaren. Daar hebben we een groot aantal bedrijven, leden van de vier brancheverenigingen, in geparticipeerd in de afgelopen jaren. De voorwaarde om daarin te participeren was dat ze voor 1 januari 2018 een nieuwbouwproject zouden starten, wat dan al zou voldoen aan de BEG-normen zoals ze op dat moment bekend waren. En met die lidbedrijven hebben we afgelopen jaren opgetrokken. We hebben gezamenlijk eigenlijk vragen, zeg maar, zijn we mee aan de slag gegaan, dus samen nieuwe kennis ontwikkeld om tot dat BANG te komen, ook om ze inzicht te krijgen hoe de hele BANG-methodiek werkt. En die kennis hebben we natuurlijk steeds gedeeld. We hebben daar ook adviseurs bij ingehuurd. We hebben allerlei themagroepen gehad. Prachtige publicaties gemaakt, die je ook allemaal vanaf het Lenteakkoord-site kunt downloaden. Op die manier zeg maar, zijn we langzaam maar zeker met al die deelnemende bedrijven naar het invoeren van de BANG-norm toegegroeid, om maar zo te zeggen. En BANG staat natuurlijk voor bijna energie-neutraal, maar in het programma zaten ook allerlei tussenvormen, zou je kunnen zeggen, tussen bijna energie-neutraal tot nul op de meter energielevend. Dus een heel breed spectrum. Goed, tot zover eventjes over het programma. Inmiddels is een eerste vraag op het scherm verschenen. In dit programma hebben we ook de mogelijkheden om polls uit te voeren. Dus we gaan even kijken wie er al zoal in de zaal zit. En even kijken of we de eerste vraag op het scherm kunnen krijgen. We gaan even naar de polls. Wie zit er in de zaal? Dus je kunt nu even een mogelijkheid aanklikken. En als het goed is, kunnen we daarna de resultaten zien. Ik ben zelf overig, zullen we maar zeggen. Sorry. We hebben hem nu geopend. Jullie kunnen nu de poll invullen. Excuses. Als het goed is, heeft iedereen hem ingevuld.
En het gaat nog door. Nou, een mooie verdeling. 12% woningcorporaties, 17% bouwbedrijven, 12% ontwikkelaars. Behoorlijk wat architecten, veel adviesbureaus, overheid en ook nogal wat overig. Nou, ik denk dat het beeld wel zo compleet is. Ik stel voor dat we de poll weer sluiten. En dat we even gaan kijken van wat we willen weten. Wat willen we, wat verwachten we van dit congres en wat willen we weten? Dus we hebben ook een vraag daarover. Die komt nu in beeld. Heb je eerder een congres of sessie rond BANG gevolgd? Nou, een mooi beeld wat hier ontstaat. De helft wel, een behoorlijk groot gedeelte niet en een behoorlijk groot gedeelte nog niet eerder bij een sessie geweest, maar wel over BANG gelezen. Dus wel enige kennis beschikbaar. Dan stel ik voor dat we naar de derde pollvraag gaan. Als het goed is... Komt hij daar? En dat gaat, ik liep er net even op vooruit, dat gaat over wat je vooral vanmiddag wil weten. Ja. Vragen lopen nog even door, antwoorden. Heel veel over de BANG-methodiek zelf en de temperatuuroverschrijding, berekening. Voor niet iedereen zal die afkorting TO bekend zijn, maar na afloop van deze sessie wel. Nieuwsgierigheid ook naar de uitkomst van de berekeningen, de techniek. En bijna de helft, alles wat hierboven staat. Gewoon alles weten van BANG. Nou, dat vind ik ook wel het beste antwoord. Oké. Tot zover eventjes wat polls om gevoel te krijgen van wie er in de zaal zit en waarom jullie in de zaal zitten. Wat ik al zei, het is BANG is een het Zen-platform is een komt voort uit een convenant met het ministerie van toen de tijd VROM, BZK nu. En we hebben minister Ollongren gevraagd om voor dit congres ons een boodschap mee te geven. Dus we zullen nu onze minister aan het woord laten. Een hele goede middag allemaal. U bent vandaag bijeen voor een virtueel congres, het BANG-congres. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd een heleboel nieuwe termen toegevoegd aan het bouwkundig vocabulaire. En BANG is daar een van, een gevleugelde term. En met de BANG scherpen we de eisen voor nieuwe gebouwen aan. Mijn dank gaat uit naar het Zen-platform, dat de duurzame ambities wil waarmaken. Dat wil werken aan bewustwording. Dat wil helpen om kennis te delen. Nou, ik wens u vandaag allemaal een hele nuttige en ook leuke dag. En in deze tijd zou ik willen zeggen, blijf gezond. Heel veel succes. Tot zover de minister. En een prachtige groene jurk, helemaal passend bij de kleuren van ons BANG-congres. Dan wordt het nu tijd voor onze eerste spreker. Dat is Harm Valk van bureau Nieuwman. Ik zei het al, hij is bij het hele programma betrokken geweest.
En hij zal ons nu meenemen in zeg maar, de methodiek van de Bank, de hele Bank-systematiek. En ook de eerste de inzicht te geven in zeg maar, de nieuwste rekenmethodes, zoals die binnenkort beschikbaar komen. Harm, aan jou het woord. Graag aandacht voor Harm Valk. Ook jij moet je microfoon aanzetten. Uit de chat dat er geen geluid is. Ik hoop dat dat nu beter gaat. Ik zie nu wel hartstikke fijn. Dan begin ik even opnieuw. Excuses voor deze verstoring. Dank Jan voor de introductie. Ik neem u graag mee in de zaken rondom Beng. En ik zei, het is een beetje vreemd om tegen 529 mensen aan te praten. Terwijl je in het oog van de camera staat. Maar dat is, laat maar even zeggen, de nieuwe werkelijkheid. Ik wil met u gaan kijken hoe Beng uitpakt. En ik neem misschien wat grote stappen af en toe. Maar eigenlijk alle zaken die ik aanraak in deze presentatie, die komen ook verderop in het congres nog uitgebreid aan de orde. Dus u krijgt alle gelegenheid om daar verder nog u in te verdiepen. Wat is Beng? Jan, je zei het al, eisen voor bijna energie-neutrale gebouwen. En laten we duidelijk zijn, als we het hebben over eisen, dan gaat het over nieuwe gebouwen, over nieuwbouw. Beng is dus ook de nieuwe grenswaarde in de bouwregelgeving en is daarmee de opvolger van eentje die we al jaren kennen, de energieprestatiecoëfficiënt. En we doen die Beng niet alleen maar omdat we nieuwe indicatoren, nieuwe grootheden hebben, maar we doen het ook op basis van de nieuwe rekenmethode NTA 8800. En een van de redenen dat ik vandaag dit verhaal voor u mag houden is dat ik vanuit Niemann raadgevende juristen bij de projectgroep NTA betrokken was en lid was van het rapporteursteam. Als je door je oogharen kijkt en je vergelijkt nou de Beng met de EPC, dan valt op dat we van één getal, van één eis voor de energieprestatie, dat we overgaan naar drie eisen. Drie Beng-indicatoren en Theo Juli. Jan noemde hem net ook al even. Ik ga er zo iets meer over vertellen en straks is er nog een extra sessie over. Wat u zich daarbij moet realiseren, dus als we dit soort indicatoren berekenen, dat het altijd gaat over een jaarbalans van het gebouwgebonden energiegebruik. Nou, dat zijn wat randvoorwaarden die horen bij zeg maar het rekenen aan de energieprestatie in het kader van de bouwregelgeving. Ik zal iets meer vertellen over precies welke indicatoren het zijn, wat de achtergrond er is. Maar dat doe ik in een deelsessie. En dat is met name voor die mensen die net in de poll aangaven dat ze nog niet zo heel veel van Beng afweten. Dus als je denkt van nou, je levert nu toch wel heel veel vragen op. Hè, wat je nu vertelt, dan snap ik het nog niet helemaal precies. Kom dan straks om 2:05 in de virtuele zaal binnenlopen. Waarin ik wat preciezer ga uitleggen wat Beng precies is. Dit plaatje, mensen die al vaker een sessie van het Lenteakkoord hebben gevolgd, die zullen dit plaatje kennen. Het is eigenlijk een weergave van hoe die drie Beng-indicatoren zich onderling verhouden. U ziet aan de rechterkant de energiebehoefte, de eerste Beng-eis, de eerste Beng-indicator. En die zegt iets over de hoeveelheid warmte en de hoeveelheid koude die je nodig hebt om eigenlijk een woning gedurende het jaar op temperatuur te houden. Ik zeg woning. De eisen, er zijn Beng-eisen voor alle gebouwtypen, maar in het kader van het Lenteakkoord hebben we het eigenlijk altijd over woningen. Aan de linkerkant ziet u Beng 2 en Beng 3. De eisen voor het primair fossiel energiegebruik en het percentage hernieuwbaar. Het percentage hernieuwbaar is dus echt een nieuw aspect, net als dat die energiebehoeften apart bekijken, dat dat een nieuw aspect is ten opzichte van de EPC. Wat u ook goed kunt zien is dat die Beng 2 en Beng 3, dat die als het ware met elkaar verbonden zijn. Het zijn communicerende vaten. En ze zeggen wel eens, Beng, ja het is maar bijna energie-neutraal. Hoe zou je nou moeten zeggen als het echt energie-neutraal is, hè? Als het eng aan het worden is. Dan is eigenlijk dat deeltje hernieuwbaar is 100%. En tegelijkertijd zie je dan vanzelfsprekend
dat die tweede bang-eis, dat die dan nul is. Dus dat is misschien een kijkje in de wat verdere toekomst. Maar nu gaan we voorlopig aan de gang met deze drie bang-eisen. Deze drie indicatoren. En bij die indicatoren, daar horen eisen bij. Maar dit zijn de eisen van de energieprestatie. Er komt er één extra bij en ik zal hem niet de vierde bang-eis noemen, maar u moet er wel tegelijkertijd aan voldoen. En dat is die eis aan TO-jullie. En TO staat voor temperatuuroverschrijding. Er komt dus tegelijkertijd met de sommetjes die u maakt voor de energieprestatie, komt er een hulpgetal uit, een hulpwaarde, die iets zegt over het risico dat er is dat het in die woning te warm wordt. Want we zijn van oudsher gewend om bij energieprestatie te denken aan de situatie in het stookseizoen, in de winter. Dat je energie in het huis moet stoppen om hem op temperatuur te houden. Maar steeds vaker zien we dat ook de zomer aandacht vraagt. En dat we juist ook naar de zomersituatie moeten kijken en zorgen dat het niet te warm wordt. Want als je daar goed op let, dan voorkom je dat mensen mobiele airco's in huis halen. En hoe graag de televisiereclame dat nu ook niet, want ik zie ze eigenlijk bijna iedere keer als ik de tv aan zit, zie ik reclame voor airco's langskomen. Ja, eigenlijk is de grote uitdaging om te zorgen dat wij onze nieuwbouw zo goed maken dat niet nodig is, dat mensen het niet nodig vinden om dat soort zaken aan te scherpen. Nou, om daarin te helpen is er de eis voor TO-jullie. Wat zijn dan die eisen precies? Eerst de bang-eisen. Nou, dit is een vrij ingewikkelde tabel, zeker als u hem voor de eerste keer ziet. Als het allemaal heel erg schrikken is, ik maak nog één keer reclame voor de sessie in de eerste deelsessies, waarin we dat echt helemaal af gaan peuteren. Maar dit is zoals het in de regelgeving is terechtgekomen voor de woningbouw. Realiseert zich voor alle andere gebouwfuncties, dus voor kantoren, voor scholen, zijn er soortgelijke tabellen. En laten we even aan de rechterkant beginnen, want dat is het makkelijkste. Percentage BEN3, het percentage hernieuwbare energie. Voor grondgebonden woningen moet dat meer dan 50% zijn, voor woongebouwen meer dan 40%. En dat percentage hernieuwbare energie, ik snap, u denkt direct aan, aan opwekken van elektriciteit met behulp van PV bijvoorbeeld. Nou, het is de meest voor de hand liggende oplossing voor hernieuwbare energie. Maar we hebben het niet alleen maar over elektriciteit. Niet voor niks noemen we het hernieuwbare energie. Omdat ook bijvoorbeeld het benutten van omgevingsenergie met behulp van een warmtepomp, dat hoort daarbij. Een warmtepomp zet één deel elektriciteit om in 3, 4, 5 delen nuttige warmte. En die omzetting, die gebeurt, er is een wet van behoud van energie, dus die energie komt niet uit het universum, die energie komt gewoon uit de omgeving, uit de bodem, uit de lucht. En dat stukje is hernieuwbaar, want dat wordt ook weer op temperatuur gebracht door de zon. Dus dat telt mee. Dus u kunt heel goed aan uw BEN3-eis voldoen, zeker bij grondgebonden woningen, zonder één PV-paneel op het dak te leggen. Ik zou zelfs zeggen, dat is voor u de uitdaging. Dat is BEN2, BEN3, dat is vrij duidelijk. Hè? Die BEN2-eis, kilowatturen per vierkante meter, ook één getalletje voor grondgebonden woningen, kleiner dan 30 kilowattuur per vierkante meter per jaar, voor woongebouwen kleiner dan 50. En dat ziet er eigenlijk vrij overzichtelijk uit. En als we dan naar die eerste bang-eis gaan, die eis aan de energiebehoeften, ja, dan ziet het er ineens haast onoverzichtelijk uit. En dat komt doordat u dan moet kijken naar de ALS-AG-verhouding. Wat is dat? Dat is de verhouding tussen het verliesoppervlak van een woning, zeg maar even de gebouwschil, het geïsoleerde jasje rond het huis, en de AG, de vloeroppervlak, het nette vloeroppervlak. Dat is niet de oppervlak van alleen de begaande grond, maar ook de oppervlak van de verdiepingen daarbij. En die verhouding tussen die twee, die bepaalt heel erg wat de energiebehoefte van een gebouw is. Realiseert u zich dat als u een rijtje huizen hebt, dat de middelste daarvan eigenlijk altijd warm gehouden wordt door de buren, dus relatief weinig warmteverlies heeft en dus ook met weinig energie op temperatuur gehouden kan worden.
Als je vrijstaande woning hebt, dan heb je altijd energieverlies of energiewinst in de zomer naar alle kanten. En die geometrie van die woning, die heeft dus nogal wat invloed op de mate hoe makkelijk het is om aan de eisen te voldoen. Om te zorgen dat niet de eisen voor bijvoorbeeld vrijstaande woningen, als we het voor vrijstaande woningen te doen maken om aan de eisen te voldoen, ja, dan zou eigenlijk als je die verhouding niet mee zou wegen, dan zou het voor tussenwoningen twee vingers in de neus worden om aan de bengeisen te voldoen. En andersom, als je de bengeis gaat fitten op tussenwoningen, dan wordt die eigenlijk voor vrijstaande woningen onhaalbaar. Vandaar die afhankelijkheid van die geometrie, van die verhouding tussen het verlies en het vloeroppervlak. Laten we even de bovenste regel van grondgebonden woningen daarbij pakken. Daar staat als die verhouding kleiner is dan 1,5, dan is de beng-1-eis kleiner dan 55. En kleiner dan 1,5, dat is ongeveer de waarde voor de geometrie van een grondgebonden tussenwoning. Als je kijkt naar een hoekwoning of een tweekapper, dan zit die ergens tussen de 2,5 en een vrijstaande woning zit 2,5, 3, ongeveer die orde grootte. En als je een hele ingewikkelde gebouwvorm maakt, een niet erg gunstig gebouw, dan kun je boven de 3 uitkomen. Nou, wat je dan ziet, en dan kijken we naar die tweede regel, dan ziet u een formule staan. Dat stelt dat die verhouding, hè, we hebben het over een hoekwoning, die verhouding is 2. Dan moet je het sommetje maken, dan is die A verlies, A vloeroppervlak, die verhouding is 2. Min 1,5 is 1,5, maal 30 is 15, plus 55 is 70. En dan zie je dus dat de grenswaarde waar je voor de hoekwoning aan moet voldoen, is 70 kilowattuur per vierkante meter. Nou, voor de mensen die het al eens gehoord hebben, die denken van, oh ja, ik weet het weer. Voor de mensen die het voor het eerst zagen, nogmaals, kom naar de subsessie waarin we daar meer over gaan vertellen. Een bijzonderheid toch, als u bouwt met een licht bouwsysteem, ik heb voor het gemak maar even op de sheet gezet, houtskeletbouw, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld staalframebouw, of alle andere vormen van lichte bouw. Dus als u over weinig thermische massa beschikt, dan is het wat lastiger om aan de eisen te voldoen. Dus dan gaat die grenswaarde, die wordt nog iets ruimer gesteld. Dat is om eigenlijk alle soorten van bouwmethoden een gelijke kans te geven om aan de eisen te voldoen. Dat is de extra eis aan de temperatuuroverschrijding. Een eis die geldt voor woningen als er niet actief gekoeld wordt. Die eis is voorlopig gesteld op 1. En dat is echt een indicatie. Hij moet op woning of op appartementniveau voldoen. Het is een indicatie of je woning niet te heet zal worden. Het is geen garantie op het voorkomen van oververhitting. Want u begrijpt, dat is afhankelijk van de actuele buitentemperatuur. En ook wel een beetje van het gedrag van bewoners. Hè. Hoe slim zijn ze met op tijd de zaak dicht houden, een mediterraan wonen, heb ik dat wel eens genoemd. Maar je moet ook wel zorgen dat je huis niet zo is gebouwd dat je eigenlijk wat je ook doet, het toch te heet wordt binnen. Nou, daar is die grenswaarde voor die TU-Juli voor. Die wordt berekend met diezelfde rekenmethode, tegelijkertijd met de bengeisen. Je moet er ook tegelijkertijd aan voldoen. Als je TU-Juli niet voldoet, heb je eigenlijk 3 mogelijkheden. Of eigenlijk 2 mogelijkheden. Maar je moet je plan aanpassen. En plan aanpassen kan ook zijn bijvoorbeeld het toepassen van zonwering. Maar realiseer je wel dat dat ook weer invloed kan hebben op je bengindicatoren. Dus je moet steeds die TU-Juli en die 3 bengindicatoren tegelijkertijd in de gaten blijven houden. Als je zegt van ja, dat wordt allemaal vreselijk ingewikkeld. En ik vind eigenlijk, ik kan me niet voorstellen dat indicatiegetal. Dat geeft wel aan dat ik niet voldoe. Maar ik heb toch met al mijn inzicht een goed huis gebouwd. Ik denk dat risico niet zo groot is. Dan mag je het ook aantonen met een specifieke berekening. Dat is een temperatuuroverschrijdingsberekening. Een echte gedetailleerde dynamische berekening. Daar zijn spelregels voor vastgelegd in de bouwregelgeving. En als u dan onder de 450 uur blijft jaarlijks overschrijding. Dan hoeft u niet meer naar die TU-Juli te kijken. En nogmaals, als u echt actief koeling aanbiedt in uw woning, dan hoeft u natuurlijk ook niet naar die TU-Juli te kijken. Want dan weten we nagenoeg zeker dat het altijd comfortabel in die woning blijft. Maar realiseert u zich, het aanbieden van koeling,
dat vraagt om energie en die energiebehoefte en dat energiegebruik, die tellen weer mee met uw BENG-eisen. Dus wat dat betreft is ook hier weer het zoeken naar een balans. Ook hierover een aparte sessie. Kees Leenaerts van WR Adviseurs kan u daar in de tweede serie heel veel meer over vertellen. Maar u bent natuurlijk vooral benieuwd naar wat komt er nou voor getalletjes uit? Wat zijn nou die getallen waar we aan moeten rekenen? En we hebben, Jan Fokkema zei dat al bij de introductie, de afgelopen jaren aan flink wat complexen gerekend. Steeds meer lerend over die BENG-eisen, aanpassend aan de wijzigingen van de eisen in de loop der tijd, aan de ontwikkelingen van de rekenmethode. En we hebben inmiddels een redelijk goed beeld over wat u kunt verwachten voor uw plannen. En we kijken daar zowel naar woningen als naar woongebouwen. En op andere gremia wordt er ook gekeken naar scholen en kantoren, maar zoals gezegd, dat is voor vandaag niet het onderwerp. Ik neem u graag mee naar een aantal van die resultaten en ik begin even bij de rijwoningen. Ik ga met u kijken naar zowel de gevolgen voor de hoekwoningen als voor de tussenwoningen. En dat doen we aan de hand van een woning die eigenlijk een heel erg basispakket heeft. Een schil op zo'n beetje het minimum van de bouwregelgeving. Kenners zien dat de RC-waarden misschien net iets hoger zijn dan u gewend bent, maar dat komt omdat de berekening van die RC die gaat ook iets wijzigen, waardoor die grenswaarde iets opschuift. Nou, dat is een detail, daar zullen we nu niet te veel bij stilstaan. En verder is dat niet zo vreselijk ingewikkelde woning. Waar we in principe eerst maar eens even kijken naar wat er aan bouwkundige schil zit. En die ziet u hier gepresenteerd. Voorlopig geen zonwerende maatregelen. En we hebben even aangenomen dat er een massieve draagstructuur is. Dus een steenachtige draagstructuur. En dat de bouwer wel goed weet hoe die luchtdicht moet bouwen. Want een infiltratiewaarde van 0,4 liter per seconde per vierkante meter. Dat kan een bouwer wel, maar dan moet hij wel zijn best doen. Overigens, heel veel beter is ook mogelijk, maar dan heb je specifieke maatregelen. Als we in deze woning een luchtwaterwarmtepomp zetten, en die hebben we er maar voor deze korte introductie even ingezet als een van de meest voorkomende energetische oplossingen op dit moment in de nieuwbouw, dan zie je eigenlijk twee dingen. Je ziet dat die tussenwoning voor wat betreft zijn BENG-eisen, nou, daar ziet u groene getallen staan. Een BENG 1 van 52,1 en hij moest aan 55 voldoen. Een BENG 2 van 28,8 en 52,6% voor de BENG 3. Dus dat voldoet eigenlijk in één keer. En dat hoor je dan wel eens in de markt en op social media van goh, ik kan met BENG eigenlijk met mijn EPC 0,4 concept, kan ik rechtstreeks aan BENG voldoen. Nou, dat komt door dit soort voorbeelden, de voorbeelden dan van het rekenen aan die tussenwoning. Maar u ziet ook dat bij die hoekwoning het resultaat al iets anders is. U ziet dat die BENG 2-waarde daar gaat knellen. Die wordt net niet gehaald. En wat u ook ziet bij Theo Juli, is dat daar wat grenswaarden zijn waar u getallen in het rood ziet. U ziet dat die waarde van 1, dat die lang niet gehaald wordt. Wat kunnen we hier aan doen? We zullen dus iets moeten doen aan die BENG 2-eis voor de hoekwoning en we zullen iets moeten doen aan die Theo Juli. Nou, we hebben daar wat voorbeelden voor gemaakt. Eerst maar even die BENG 2. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je daar één paneeltje op legt, dan ben je er al. Ja, ik heb dat wel eens in ander verband een schaampaneel genoemd. Dat is het misschien in dit geval ook wel. Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen om ofwel de infiltratie nog wat verder omlaag te brengen. Om iets meer te isoleren, iets betere kwaliteit glas toe te passen. Dat zijn allemaal zaken die in eerste instantie aangrijpen op de energiebehoefte. Maar als je energiebehoefte kleiner is, dan heb je dus ook minder nodig om aan de eisen te voldoen. Ik denk dat op zich voldoende duidelijk is. Dan die Theo Juli, en ik zie dat er een vraag is binnengekomen over wat is dat getalletje 1? Nou, dat getalletje 1 is
is een indicatiegetal wat we berekenen uit NTA 8800. En het gaat over de afwijking van de gemiddelde maandtemperatuur. Die mag niet meer afwijken. Ik vind het wat gevaarlijk om te zeggen dat dat 1 graad is. Dat is het ook niet. Hoewel het, als je de rekenresultaten helemaal afkijkt, dan zou je kunnen tot die conclusie kunnen komen. U moet hem echt even zien als een indicatie. Als je getal kleiner is, is het risico op temperatuuroverschrijding voldoende klein. Als het getal groter is, dan is het risico op temperatuuroverschrijding te groot en moet je je plan aanpassen. Nou, dat zien we bij dit plan bij zowel de hoekwoning als de tussenwoning. Ik moet nu even terug naar mijn andere scherm om te zorgen dat u ook ziet dat ik daarmee schakel. We hebben nu weer last van de... Ja, dit gaat beter. Wat kunnen we doen? We kunnen zonwering ophangen. Maar we kunnen ook zonderende beglazing toepassen. En als we dat daarvoor kiezen, dan lukt het om dat Theo-Julie-getal onder de 1 te krijgen. Zonderende beglazing, daar moet je zich wel voor realiseren. Dat werkt niet alleen in de zomer, maar dat werkt het hele jaar door. Ik ga nu even iets heel gevaarlijks doen, namelijk even terug naar de vorige sheet. En kijkt u dan even naar de waarde bij de hoekwoning voor Beng 1 en Beng 2. Beng 1 59, Beng 2 29,4. Als ik dan dat zonwerende glas er weer toevoeg, dan ziet u dat de energiebehoefte gaat stijgen en dat het energiegebruik weer iets kleiner wordt. Dat heeft te maken dat die warmtepomp die grotere energiebehoefte gaat oppakken en een groter deel daarvan weg gaat halen. U verschuift wat meer naar de wintersituatie, doordat u in de zomer de koelbehoefte kleiner maakt. De winter wordt de warmtebehoefte groter door dat zonwerend glas, maar die warmtebehoefte wordt opgelost door de warmtepomp. Wat u daarmee dus ziet, is dat die drie Beng-indicatoren en die Theo-Julie, dat die een onderlinge interactie vertonen. En dat is iets waar we echt aan moeten wennen. En dat is ook misschien wel een van de twee grootste verschillen die we gaan zien met het EPC, waar we altijd streven naar 1 getalletje wat moet voldoen. Wij moeten hier dus in het Beng-stelsel aan 3 getallen gaan voldoen. Wat we kunnen concluderen bij die rijwoning is dat een betere schil doorwerkt in die eerste en die tweede Beng-eisen. Dat PV-panelen een logische maatregel is. Een van de vragen in de chat was ook, waarom is er niet gekozen om een minimaal dakoppervlak met PV te beleggen? Nou, dat is niet het karakter van de Nederlandse bouwregelgeving om echt maatregelen voor te schrijven. En ik hou een pleidooi om geen genoegen te nemen met maar een paar PV-panelen. Als je ervoor kiest, doe dan een stap meer en kies ervoor om ruim in te zetten op PV. En je zult zien dat je van bijna energie-neutraal rechtstreeks naar energie-neutraal kunt gaan. Realiseert zich dat ik nu 1 voorbeeld heb laten zien. De uitwerking heel erg afhankelijk is van het energieconcept dat u kiest. Ander type warmtepomp of zelfs een heel andere manier van verwarmen. U kunt bijvoorbeeld aansluiten op een warmtenet. En dan is de kwaliteit van dat warmtenet nogal van invloed. U krijgt misschien op een andere manier. Misschien wat u wil combineren met elektrische verwarming. Dan zult u andere Beng uitgangspunten zien. Ik heb gewezen op de wisselwerking tussen Beng en Theo-Julie. En ik heb de conclusie waar wij uitkomen is dat wij toch wel heel veel zullen zien dat we maatregelen nodig hebben om juist aan die Theo-Julie te voldoen. Ik zou u graag nog het een en ander willen laten zien over woongebouwen. Maar we moeten ook de tijd in de gaten houden. Dus ik laat u zien dat die getallen er zijn.
dat we ook daar het wisselende beeld zien. En dat we bij woongebouwen vaak zien dat die aangesloten worden op warmtelevering. En dat dat dus toch nog wel wat extra aandacht vraagt. En ja, bij woongebouwen heb je wat minder de mogelijkheid om je dakoppervlak te benutten. Kortom, het is best nog wel een puzzel. En met name de wisselwerking tussen de drie indicatoren en de Theo Jullie, die vormt de belangrijkste uitdaging. En Theo Jullie, omdat die zo nieuw is, dat is echt een factor waar we moeten leren sturen. We moeten bij onze nieuwe projecten meer rekening gaan houden met hoe gebouwen presteren, vooral ook in de zomersituatie. Er is rondom de discussie bij Beng heel veel gesproken over Beng 1. Als we nu de sommetjes gaan maken, dan zien we dat Beng 2 of Beng 3 vaak de maatgevende indicator is. Tot slot een misverstand. Er wordt wel eens gedacht dat omdat nu die term is, we gaan bijna energie-neutraal bouwen, dat Beng dus iets is wat voor de koplopers geldt. Nou, dat is echt een misverstand. Beng is de bezemwaar. Het is de minimum eis uit de bouwregelgeving. U doet dus niks bijzonders als u aan Beng voldoet. Ook uw concurrenten moeten aan deze eis voldoen. Dus u bent pas een echte koploper als u richting energie-neutraal een stapje bijzet. Ik hoop dat u dat van mij wil aannemen. En als we het hebben over gebouwen, en als we het hebben over goede gebouwen en comfortabele woningen, als we het hebben over woningen waar mensen zich prettig voelen, dan moeten we ons realiseren dat er meer is dan alleen die energieprestatie. Het gaat erom dat we woningen bouwen met de bewoner in het hart, die zowel energiezuinig zijn, maar vooral ook comfortabel en ook op andere wijze geen aanslag doen op de natuurlijke hulpbronnen die we hebben. Dus niet alleen energie, maar ook comfort en circulariteit. Dank voor uw aandacht. Ik ben ruim door mijn tijd heen. Ik zag Jan Fokkema net al even zijn gezicht laten zien om mij daarvan op de hoogte te brengen. Ik zal vlot even in de chat kijken of ik daar nog vragen zie. En anders wil ik u hartelijk danken voor het luisteren en voor het stellen van de vragen. Maarten, dank je wel. Fantastisch verhaal. Ik hoor een oorverdovend applaus uit de zaal komen. Dus opnieuw ontzettend helder verteld. Er zijn veel vragen. Vragen zijn natuurlijk altijd goed. En we zouden natuurlijk dolgraag die vragen nu door jou laten beantwoorden. Maar dan lopen we echt uit de tijd. Maar gelukkig, je zei het zelf al, straks in de eerste ronde parallelsessies ben jij weer paraat. En leg jij Beng op zeg maar, de basis nog een keer uit, maar ben je ook beschikbaar voor de vragen die nu gesteld zijn? Ik neem aan dat er dan nog meer ruimte is om die te beantwoorden. En dan heb ik hulp van een collega om de vragen te beantwoorden, dus dat moet helemaal goed gaan. Komt helemaal goed. En alles wat niet lukt vandaag, dat doen we dan na afloop nog. Ook verspreiden we dat via de website van het Zen-platform. Prima. Maar nogmaals, bedankt. Prachtig verhaal. Dankjewel. Dan gaan we nu door naar Claudia Bouwens. Zoals ik al zei, Claudia is de programmabegeleider van het Zen-platform. Zij heeft de afgelopen jaren aan het programma getrokken en geduwd. En ervoor gezorgd dat we met elkaar enorm veel kennis hebben kunnen ontwikkelen en kunnen verspreiden. Claudia die zal met name nu ingaan op het deel van de bewoners. Er is een uitgebreid onderzoek ook uitgevoerd in opdracht van Claudia onder de bewoners van een groot aantal Beng-projecten. En zij presenteert nu de gegevens, de resultaten daarvan. En zal aan het eind ook vertellen wat eigenlijk de beste projecten zijn vanuit het perspectief van de bewoners. Claudia, ga je gang. Dankjewel, Jan. Ik zal eerst eens eventjes toelichten waarom we daar eigenlijk Zen heten. Ik denk dat dat voor heel veel mensen eigenlijk een beetje raar is. Esoterisch, wat is dat? Helemaal niet voor die techneuten van de bouw. En dat hebben we expres gekozen destijds in 2015. Het is heel erg makkelijk om
je helemaal te verliezen in de techniek en dat heel erg leuk te vinden. En dan denken dat een bewoner dat ook waardeert. Dat is natuurlijk wel zo, maar je moet het op een andere manier brengen. En je moet het ook ervoor zorgen, ik hoorde het Harm net ook al zeggen, en je moet ervoor zorgen dat, dat je niet doordraaft en energie-neutraliteit tot in het oneindige door wil voeren, waarbij je eigenlijk de bewoner uit het oog verliest. En daar doen we het toch eigenlijk voor. Dus vandaar het zen, hè, dus dat je probeert om die bewoners om te zorgen, geen gezeur, garantie kan geven, feitelijk. Gewoon een zorgloos huis die wel ja, een lage energierekening heeft, veel comfort, een goede gezondheid en betaalbaar dus. Nou, dat is dus de definitie van zen, zeer energiezuinig nieuwbouw, van bijna energie-neutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. In 2015 zijn we daarmee begonnen met dat zen-platform. Meer dan 50 bedrijven hebben zich hier als deelnemer voor opgegeven de afgelopen jaren. En er waren 4 voorwaarden aan verbonden. Je moest voor 1 januari 2018 starten met de bouw van een zen-project. Bij oplevering moest je de EPC en de ventilatie toetsen. We vroegen ze om de bewonerstevredenheid te monitoren. En we streefden ermee naar een rapportcijfer van 7,5. En we hebben de deelnemers gevraagd om actief hun opgedane kennis te delen met ons. De kennis en de ervaringen. En dat hebben we ook de afgelopen jaren in het Zen-platform gedaan. Dat kan je allemaal terugvinden op de website. Ik wil even wat meer vertellen over het onderzoek. We hebben dus... Oh, sorry, ik ben een sheet te snel, zie ik nu. Hoe kom ik dan terug? Oh jeetje. Ja, even gaan wennen. Ja, vorig jaar mei hebben we, zaten er 2900 zinwoningen in de portefeuille die gerealiseerd waren. En 4 jaar na 2015. En daarvan dachten we dat ongeveer 1000 al langer dan 9 maanden geleden waren opgeleverd. En die hebben we aangeschreven met nog wat extra projecten van de deelnemers, waarvan zeiden we, eigenlijk zijn die ook wel zen. Hè? Dat hadden ze niet bij ons gemeld, maar die kwamen toch boven tafel. Zo hadden we 1412 adressen aangeschreven. De huishoudens hebben die beantwoord bij 302 van die woningen. Die hebben we allemaal dus in het onderzoek gestopt. 213 daarvan hadden een woonduur van 9 maanden of meer. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je ervaring hebt van de zomer- en de wintersituatie. Nou, in mei 2019 hadden we de hele hete zomer van 2018. Dus die zit bij al die woningen erin. En in totaal hadden we die 302 enquêtes van 31 woningprojecten. Nou, wat kunnen we vertellen over de bewoners in die 31 projecten? Dat zijn... Over de woningtypes. Dat is voor 31% appartementen, 69% rijtjeshuizen. En er was 1 vrijstaande woning bij. En een derde ervan is huur. 2/3 ervan is koop. Die huurwoningen is deels sociale huur en deels van een belegger. Nou, wat zit er in die woning? Is misschien denk ik wel interessant om te zien hoe dat eruit ziet. Een hoog percentage bodemwarmtepomp, 54%. En voor de rest ook nog wel een paar met HR-keten. We waren natuurlijk al gestart voor 2018 met projecten. Dus die zitten er ook nog bij. En er zit ook stadsverwarming in. Ventilatiesysteem vind ik ook wel interessant om te zien. Hoog percentage balansventilatie, 81%. Tegen 90% met mechanische ventilatie met roosters. 80% van de woning heeft zonnepanelen, 20% geen. En tenslotte 76% heeft vloerverwarming in de woonkamer in ieder geval en 40% niet. Geeft even een beeld van wat voor woningen er werd gekozen. We zeiden haal een rapportcijfer van 7,5 gemiddeld. Nou, dat hebben we ruimschoots gehaald bij die 302 woningen. Het gemiddelde was 7,9 uit mijn hoofd.
En hier zie je een beetje de verdeling van die rapportcijfers. We hebben ook gevraagd hoe tevreden de mensen natuurlijk waren met de verschillende aspecten. En hier zie je daar dat uitgewerkt in verschillende balkjes. Als het groen is, is het tevreden of zeer tevreden. En bij geel is het neutraal enzovoort. Je ziet dat het in het algemeen goed scoort. Voor warmtevoorzieningen en energiegebruik is het ook prima in orde. Temperatuur van de woning ook. Wat verbeterpunten zijn, want daar doen we dat onderzoek natuurlijk ook voor. Waar kunnen we in verbeteren? Is bij luchtkwaliteit, daar begint het toch al tevredenheid wat minder te worden. En dan zit je nog maar op zo'n 65-70%. Geluid in de woning is ook minder goed. En helemaal redelijk dramatisch is het ontvangen informatie over technische systemen. Dus dat zijn allemaal mogelijke verbeterpunten. Als we kijken naar wat mensen mochten zeggen over wat ze nou als positief ervoeren aan hun woning op gebied van energie en installaties, dan zie je dat het hebben van een energiezuinig of energie-neutrale of nul op de meter woning of gewoon lage kosten, dat is echt een enorme opsteker. Dat blauwe stuk, dat wordt echt enorm gewaardeerd. Dat het goed is geïsoleerd, ook het glas, is het oranje, wordt ook heel goed gewaardeerd. De zonnepanelen ook. En ook dat het goed voor het milieu is. Dat zijn toch wel de grote winstpunten. We hebben ze ook gevraagd, wat zijn verbeterpunten? Wat had beter gekund op het gebied van energie en installaties? Heel bijzonder, dan komen weer die zonnepanelen naar boven als het grootste verbeterpunt. En wat betekent dat? Wat gaven ze daarbij voor reden aan? Ze zeiden van nou, daar hadden best wel meer op het dak gekund. Dus eigenlijk willen bewoners, als ze het bij de anderen ook al zien, willen ze eigenlijk gewoon het hele dak volleggen, volgelegd hebben, kan je wel stellen. Wat ook als min verbeterpunt wordt gezien, is het oranje vlak. Heel veel woningen hebben een monitoring systeem en een gehuurde installatie. Via klimaatgarant bijvoorbeeld. En dat, ja, daar moet je toch maandelijks voor betalen. En dat steekt toch wel een beetje. Het grijze vlak zijn de warmtepompklachten. Dat is best wel een groot ding. Maakt ook wel lawaai. Dus dat zouden we dus toch wel anders willen. Ventilatieklachten zien we ook. En dat kan zijn dat die ventilatie herrie maakt. Maar het is ook dat er geklaagd wordt over de kookafzuiging. Daarvan zeggen ze, nou, er zijn toch wel luchtjes. Of ik heb het gevoel dat het eigenlijk gewoon geen fris genoeg lucht is. Dat die niet genoeg afzuigt. En dat klopt ook wel, want heel veel woningen hebben nu recirculatie. Daar moeten we toch een oplossing voor gaan vinden. Ik ga naar de volgende sheet. En dat is over de positieve effecten op het gebied van comfort en gezondheid. Wij zeggen altijd gezondheid, maar een bewoner heeft er eigenlijk niet zoveel mee. Die associeert zijn woning niet met gezond, maar wel met comfort. Dus dat is ook weer een leerpunt voor ons in de communicatie. Maar het klimaat, dat het prettig is, wordt heel erg gewaardeerd. Comfort dus, licht, vloerverwarming en de goede geluidsisolatie en de ventilatie. Wat had je beter gekund? De temperatuur, die vloerverwarming vooral, is toch niet goed regelbaar. Te warm, te koud, niet goed voelbaar. Dus dat is eigenlijk een deel ook waarvan je zegt, een deel kan je met goede communicatie, goede uitleg, voorlichting, kan je dat oppakken. Niet alles, maar een groot deel wel. Geluidsoverlast, idem, hebben we net ook al gehoord. Ventilatie, heb ik net ook al over gehad. En te weinig ramen niet open kunnen in wc en badkamer. Dat is ook iets wat we eigenlijk moeten voorlichten, want daar hebben we reden voor. Dat we die niet willen dat die open zijn in de wc en badkamer om de shortcut te voorkomen. Nou, natuurlijk ontzettend interessant om te kijken wat nou die energierekening is geworden. Hier hebben we alle hoogtes van energierekening op een rijtje. Van min 50 euro tot 250 euro. Je ziet uitschieters bij de 0. En bij de 50 hadden mensen nou ongeveer 100. Ja, gemiddeld komt het uit op 54 euro per maand. En als je het percentage ziet, dan is zo'n 20% heeft een energierekening van 0 of minder. 50% tussen de 1 en de 70. En 32% zit boven de 71 euro.
Dit eventjes als een klein kijkje in het woononderzoek. In de eerste deelsessie, sessie 1.3, zal ik je meer over vertellen. Maar de resultaten van het onderzoek hebben we ook gebruikt om toch een paar projecten in het zonnetje te zetten. De onderzoeker van dit project, Els de Jong, die zei, dit onderzoek is geen wedstrijd. Ze hebben de vragen ook niet opgesteld, maar de resultaten waren ontzettend goed. Tenminste, ja, kan je zeker wel stellen. He, daar mogen we best wel trots op zijn. Dus we zouden toch een paar projecten eventjes in het zonnetje willen zetten. En daarom hebben we twee prijzen bedacht. Twee categorieën, gebaseerd op die bewonerswaardering. Eén project wat het hoogste algemene rapportcijfer heeft, waarin de algemene mening over de woning wordt uitgedrukt. En één waarin het project met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie is gewogen in de uitkomsten. De eerste categorie zijn projecten met het hoogste rapportcijfer. Het zijn vier projecten. Eiland de Oevers, Rijswijk van BAM Wonen. Hof van Heden, Zoetermeer van BAM Wonen en van BPD. Kroon op Jutphaas, Nieuwegein van LBP Sites, adviseur. Dit heeft ingediend met Vink Bouw. En non-woningen Drulaan en Ulft van Klaassen Groep. Ik kan deze nu niet verder toelichten. Maar als het goed is, als je op tijd hebt aangemeld, dan ligt er vandaag een Bang magazine bij je in de brievenbus. En daarin worden deze projecten, alle zeven genomineerde projecten worden uitgebreid beschreven. Want we hebben daar interviews afgenomen. We hebben de bewoners gesproken. We hebben de projectleiders gesproken. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden om te lezen. Maar dan gaan we dus. Wil je even meeroffelen? De winnaar is. En nu hoop ik een hoog, groot applaus te krijgen voor de winnaar. En dat is Kroon op Jutphaas. Ja, fijn applaus. Heel goed. LLP Site, Vink Bouw. Die hebben een 8,6 gehaald, gemiddeld. Gefeliciteerd. LBP Site en Vinkbouw. Allebei krijgen jullie de Zen-prijs. Ik kan het zo even laten zien. Een gouden huisje. Met etiket. Hoe heet zoiets? Een schildje erop. Gefeliciteerd. We gaan door naar de tweede prijs. De prijs voor hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie. Dat zijn de Brouwerij Amsterdam, ingediend door Vorm. Het Verborgen Geheim Rotterdam, ingediend door Van Omme en De Groot. En Tonica en Largo, ingediend door BPD. Van deze projecten hebben we een filmpje gemaakt. Die gaan we nu laten zien. De Brouwerij, Zeeburger Eiland. Zeeburger Eiland is een kleurrijke rafelrand van Amsterdam. Een woon- en werkgebied waar ideeën borrelen, carrières zich ontwikkelen, vriendschappen ontstaan en liefdes ontluiken. In dit gebied komen uiteindelijk zo'n 10.000 woningen. Vorm heeft hier De Brouwerij ontwikkeld. Een carré van vier gebouwen die een binnentuin omsluiten op het dak van de gezamenlijke parkeergarage. In 6 tot 7 bouwlagen zijn in totaal 310 koop- en huurappartementen gerealiseerd. Ik ben Leonie Jansen en ik woon hier sinds 2 jaar ongeveer in Brouwerij de Kroon. Ik wilde gewoon heel graag wat groter wonen. Nu echt een goede mooie woning waar ik ook een paar jaar door zou kunnen komen. Ik heb een heerlijk uitzicht over de binnentuin, dus best wel wijds uitzicht. Maar het is ook heel comfortabel. De temperatuur is altijd lekker, het is goed geïsoleerd. Ja, ik heb stadsverwarming hier in mijn appartement en dat levert eigenlijk de warmte voor mijn vloerverwarming. En dat, ja, ik merk er vrij weinig van, maar dat maakt het eigenlijk ook wel heel lekker. Het gebouw heeft een ingenieuze combinatie van stadsverwarming en bodemwarmtepompen. De stadsverwarming wordt gebruikt voor vloerverwarming. En de bodemwarmtepompen zijn voor tapwaterverwarming.
In de zomer wordt koud water opgepompt om de appartementen te koelen. Het inregelen van het systeem was nog lastig. Je moet het gebouw echt leren kennen, maar inmiddels functioneert het prima. De installaties zijn eigendom van Klimaatgarant. De bewoners betalen een maandelijks bedrag voor huur en onderhoud. Maar dankzij 6 tot 7 PV-panelen op het dak is de energierekening praktisch nul. Het resultaat is een zeer comfortabel binnenmilieu. Warm in de winter en koel in de zomer. Stil en ook goed geventileerd. Het verborgen geheim van Heiplaat. Midden tussen de havens van Rotterdam ligt een besloten enclave, ooit gebouwd voor werknemers van de RDM-werf. Hier is het verborgen geheim van Heiplaat. Van Omme en de Groot heeft de tender voor nieuwbouw op deze unieke plek gewonnen. In een plan voor 170 nul op de meter woningen is alles bij elkaar gebracht. Architectuur, energieprestatie en wooncomfort. Ik ben Steve en sinds mei 2018 woon ik met mijn vrouw Marielle in deze mooie woning hierachter. Ja, Heiplaat lijkt heel ver weg van het centrum van Rotterdam. Maar met de verbindingen van de watertaxi en de waterbus ben je zeker binnen 10 minuten ook zelf in het centrum. Deze woning heeft voor ons een ontzettend comfortabel klimaat. We hebben vloerverwarming op alle verdiepingen, we hebben drievoudig glas, we hebben een warmtepomp, warmteterugwininstallaties, zonnepanelen. Dus voor ons is het super comfortabel. Alle woningen hebben een individuele bodemwarmtepomp, vloerverwarming op alle verdiepingen en gebalanceerde ventilatie met CO2-detectie in ieder vertrek. De installaties staan op zolder in een geluiddichte installatieruimte, waar ook plaats is voor een wasmachine en een droger. De PV-panelen vallen weg in de vorm van het dak. Het resultaat? Ruime en lichte woningen met opvallend gelijkmatige binnentemperaturen. Wanneer de thermostaat eenmaal is ingesteld, hoef je er daarna in principe niet meer aan te komen. Het is binnen altijd aangenaam. Geen tocht en super stil. En wie een beetje oplet, krijgt iedere maand geld terug op zijn energierekening. Dat weten de bewoners te waarderen. Tonica en Largo. Sliedrecht. Aan de westkant van Sliedrecht, net ten zuiden van de A15, is de uitbreidingswijk Baanhoek West in ontwikkeling. Direct langs de snelweg is in opdracht van BPD het project Tonica en Largo gerealiseerd. Een rij van 43 woningen. De woningen vormen een buffer voor het geluid van de snelweg. Woningen als geluidswal. Dat is een extra uitdaging. Er is een ontwerp gemaakt met een hoge, tamelijk gesloten gevel aan de kant van de snelweg. Aan de kant van de tuin en de voordeur is er juist een hoogoplopend lessenaarsdak ontworpen. Deze bijzondere vorm gaf aanleiding voor een speelse indeling en 21 tot 26 gunstig georiënteerde PV-panelen. Mijn naam is Ashwin Samuj, ik ben 42 jaar, ik ben werkzaam bij DPG Media als krantendrukker. Ik woon nu al 2 jaar in de woning Tonica. Het is heel fijn om hier te wonen, het huis is goed geïsoleerd. Het heeft een warmtepomp, vloerverwarming, dubbele beglazing, dus de stookkosten zijn erg laag voor mij. Voor gezinnen zijn de faciliteiten hier erg goed. Er is een school in de buurt, een apotheek in de buurt, supermarkten zijn vlakbij. Je hebt een treinstation en je hebt genoeg uitvalswegen. De 20 woningen van het type Largo hebben een breedte van 1,5 beuk. De 23 Tonica woningen zijn 1 beuk breed. Nul op de meter heeft in alle stappen van het proces centraal gestaan. Die ambitie is gehaald dankzij onder andere het installeren van een luchtwaterwarmtepomp en balansventilatie. Het zijn aangenaam warme woningen met een prettige lichtinval. Bovendien waarderen de bewoners de stilte in huis door deze goed geïsoleerde woningen.
Sorry, ik was iets te snel met mijn sheet. Tonica en Largo in Sliedrecht van BPD, gefeliciteerd. Ook voor BPD deze prachtige zendprijs. Ontzettend goed hè, om met elkaar de resultaten te zien van de bewoners, die ook ongelooflijk hoopgevend zijn. Een enorme waardering voor wat er bereikt is in die bengwoningen. Ik denk dat we daarmee kunnen zeggen dat het programma ook echt succesvol is geweest. Niet alleen in technisch opzicht, maar ook echt in zeg maar, de waardering van de bewoners. Jij hebt toen echt aan het begin van het programma gezegd, terwijl we nog geen idee hadden waar we uitkwamen, van we moeten echt naar een gemiddelde van minstens een 7,5. Nou, dat hebben we ruimschoots gehaald. Dus dat is echt fantastisch. Je hebt al even de sheet laten op het scherm gezet waar alle publicaties op staan die de afgelopen tijd verschenen zijn, of een deel daarvan die gedurende het programma mede door jou zeg maar tot stand zijn gekomen. En die kunnen allemaal vanaf de site worden gedownload. Tot zover het plenaire deel van dit programma. We zijn een beetje uitgelopen, dus wat dat betreft is het ook een echt congres. Het grote voordeel is dat het verplaatsen naar de andere zalen niet zoveel tijd hoeft te kosten. Dus we gaan hier zo meteen afsluiten. En jullie kunnen dan allemaal weer deze zaal uit. En dat kan allemaal tegelijk, die deuren zijn breed genoeg, geen probleem, naar de lobby. En je kunt ook allemaal tegelijkertijd naar dezelfde sessie of naar andere sessies stormen. En als iedereen dan een beetje op zijn plek zit, en met name de sprekers, dan gaan we daar gelijk weer door, zodat we die tijd die we zeg maar, nu verloren hebben weer inhalen. We hebben straks na deze eerste ronde van parallelsies hebben we een kwartierpauze ingepland. Nou, die korten we ook wat in. En zo komen we aan het eind van de middag toch weer zeg maar, op hetzelfde tijdstip. Aan het eind van het programma ontmoeten we elkaar allemaal in de Big Bang Bar. Oftewel de centrale lobby. En kunnen we daar zowel met z'n allen als apart chatten. Met de zaken bespreken. Noem maar op. Tot zover. Hartelijk dank. En ik hoop dat jullie ook een heel leerzaam tweede deel hebben van deze middag in de parallelsessies. Dan gaan we hier afsluiten en dan kan iedereen naar de andere ruimtes gaan. Veel plezier. Dat is dat witte kruisje rechtsboven naast het Bang-logo. En zo kan je deze ruimte verlaten.